Het moet duidelijk zijn welke handelingen vallen onder money laundering. Want vaak genoeg blijkt bij strafzaken dat mensen zich herroepen om het feit dat zij geen kennis droegen dat dergelijke handelingen vallen onder money laundering. Dit haalde VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin vandaag in de Nationale Assemblée aan tijdens de behandeling van de wijziging van het wetboek van strafrecht, wijziging van de wet ter voorkoming en bestrijding van money laundering en terrorismefinanciering en intrekking van de wet strafbaarstelling money laundering. Hij zei dat het niet alleen gaat om wanneer een individu deelneemt aan een criminele organisatie en georganiseerd afpersing. Het gaat om elke handeling die gecategoriseerd kan worden als zwart geld. Terrorisme en financiering van terrorisme, mensenhandel en mensensmokkel, seksuele uitbuiting met inbegrip van seksuele uitbuiting van kinderen. Hier is uitdrukkelijk meegenomen met inbegrip van seksuele uitbuiting van kinderen. Illegale wapenhandel. Illegale handel in gestolen en andere goederen. En een andere zaak, fraude. Mensen, soms denkt men van, het is vanuit fraude afkomstig, dus de man bewijs. Er zijn nog veel handelingen die gecategoriseerd kunnen worden als money laundering en terrorismefinanciering. Gayadin haalde verder aan dat corruptie en omkoping ook daaronder vallen. Smokkel, inclusief douanerechten, accijnsen en belastingen. Dus dat wil zeggen mensen, mensen die belasting onderduiken, want dat komt hierna, fiscale misdrijven met betrekking tot directe en indirecte belastingen, is zwart geld. Is zwart geld. Handel met voorkennis, marktmanipulatie en cybercriminaliteit. Aangezien de wet money laundering en terrorismefinanciering in deze fase nog niet gewijzigd zal worden, moet volgens Gayadin een afspraak gemaakt worden met de regering om dat spoedig te doen.